Dit is Studio Stichtse Vecht. Vandaag zijn bij ons Hans de Kruijf, welkom. En Riette Habes, welkom. Dank u wel. En we gaan het vandaag hebben over twee verschillende onderwerpen, maar ze hebben wel veel met elkaar te maken. We beginnen met jou, Hans. Ja. Je komt vertellen over de Inspiratiedag. Ja, zeker. De Inspiratiedag is een initiatief van de Progie Sint-Jan de Doper. Dat betreft Stichtse Vecht en Ronde Venen. En doen we elk jaar, nu voor de zesde keer, hebben we een thema, dus dit jaar storm en stilte. En doen een aantal activiteiten in het, vanaf het voorjaar. En dan hebben we in september een dag, dus dit jaar 26 september. Waar eigenlijk alles wat we gedaan hebben samenkomt op één dag voor mensen de progie of alle belangstellenden die daar willen komen. Ja, en alle belangstellenden zeg je? Ja, ja. Hoe breed moeten we dat zien? Nou, we proberen een programma aan te bieden dat voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die daar terecht kunnen. Zo om dat verbinding te maken tussen de progie en de bewoners van beide gemeentes. Ja, en wat wordt er allemaal behandeld op deze dag? Nou, we hebben 's ochtends beginnen met Leo Feijen, die bekend is van KRO RKK. Die komt iets vertellen over zijn boekje Kun je de stilte wat harder zetten? Ja. Heel toepasselijk in dit in dit thema. En 's middags hebben we allemaal thema bijeenkomsten, kleintjes van ongeveer anderhalf uur, waar we 8 bijeenkomsten hebben. Moet je denken aan mantelzorg. Hoe kun je elkaar vasthouden in het leven? We doen iets met handenarbeid. Hoe kun je storm en stilte in expressie geven? Er is een thema over het Marcus-evangelie. En een thema over iemand die. Hoe ga je om met roeping? En vanuit de katholieke traditie de roeping als religieus. He, van hoe gaat je als mens ermee om en hoe ga je als gezin daarmee om? We hebben een thema over storm en stilte, zoals we in een goede week gedaan hebben voor Pasen. Dat zijn allemaal elementen die in de middag terugkomen en waar mensen keuze kunnen maken. Ja, en ik heb het programma gezien. Ja. Een aantal van de dingen die behandeld worden, ik vond dat vrij pittige stof. Is dat niet iets wat mensen af kan schrikken eventueel? Of is dat, zeg je, dat is juist hetgeen wat mensen aanspreekt in zo'n middag? Wij denken dat dat juist iets is wat mensen aanspreekt. We proberen wel voor elk wat wils te doen. Maar de bedoeling is dat je als je weggaat, zegt van ik heb echt iets aan die middag gehad, aan die anderhalf uur. Ja. Aan het ochtendthema, daar kan ik iets mee in mijn leven. Ja. Dus in die zin is het best soms stevig gekost. Ja. En gelijktijdig is het ook heel open. In de zin van, je doet mee, maar je geeft zoveel als je zelf wilt. En je probeert ook die groepen niet te groot te maken, zodat iedereen aan bod kan komen en iedereen zich ook veilig weet. Ja, nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. En idealiter, wat is het gevoel waarmee je weg moet gaan bij zo'n middag? Ik ben echt opgebouwd. Ik heb iets meegekregen waar ik over na kan denken wat ik kan gebruiken in de rest van mijn leven. Zonder dat te zwaar te willen maken. Ja. Maar zeg, dit is een hele goede investering geweest voor mijn dag. Ja. En gelijktijdig ook in ontmoeting met elkaar. Want dat is ook de bedoeling van zo'n dag. Hè, dat je als parochie elkaar ook ontmoet. Op een andere manier dan in de werkgroep waar je in zit. Of in de zondagse vieringen. Dat je elkaar ook op een andere manier kunt spreken en ontmoeten. Ja, en we hebben het hier nu over. Wanneer is het? 26 september. Het begint om 10 uur 's ochtends. Ja. En het eindigt tegen 5 uur met een lekker drankje en een hapje. En is het zo dat mensen zich van tevoren op moeten geven of kun je ter plekke aanschuiven? Ja, graag van tevoren, want dan kunnen we ook de indelingen doen. Dat kan via de site van Sint-Jan de Doper. Ja. Kun je het programma vinden, kun je ook het inschrijfformulier vinden en kun je gewoon invullen. En wat is daar de website van? www.sintjandedoper.nl Vechtenveen, hè? Ja. .nl. Ja. Nou, dat is wel belangrijk om te weten als je mee wil doen natuurlijk. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik heb geen idee nog wat we kunnen verwachten. Maar het lijkt me zeker het waard om te bezoeken. Ja. Hartstikke bedankt voor je komst. Dankjewel.